Mohamed, wat gebeurde er nou? Ja, vraag maar aan. Ja, vraag maar aan hem. Vraag maar aan. Vraag maar aan. Vraag maar aan. Ik ben geen tenniswedstrijd. Ik ben geen vraag maar aan. Elke woensdag een nieuwe video. Word abonnee. Hallo allemaal, in elke klas zitten wel een aantal leerlingen die er een beetje een rare hobby op nahouden. Deze week Mohamed die als hobby in iemands rug prikken heeft. Goed, eerste slachtoffer is Floor. Ja, dames en heren, ik denk dat ik nou genoeg uitleg heb gegeven dat jullie zelf aan je werk kunnen. Tot het eind van de uur is het eigenlijk voor jezelf werken. Nee, ik wil nou even geen... Mag ik even iets zeggen? Nee, Floor, want ik ben even... We gaan kwaad op werk. Ja, ik wil heel even iets zeggen. Ja, ik hoor dat je wat wil zeggen. Dat moet iets zo belangrijk zijn dat het de wereld verandert. Mag ik even ergens anders gaan zitten? Nou, dat verandert de wereld niet. Dus, mijn wereld wel? Nee, Floor, klaar. Goed. Wat is er? Wat gebeurt er nou daar? Ja, hij is een klootzak. Wat? Wat? Je gaat niet lopen schelden, Floor. Hallo, Floor. Wat? Wat gebeurt er hier? Hij is gewoon een eikel. Ja, nou, dat is ook schelden, hè? Ja, eikel is helemaal geen scheldwoord. Lijkt mij wel een scheldwoord. Ik heb er geen zin in. Nee, hallo. Wat is dit, joh? Hallo? Ja, nou, ik denk gewoon dat iedereen er beter van wordt als ik hier ga zitten. Ja, meneer, dat denk ik ook, want nu zitten ze achter de meeste van ons in plaats van voor ons, dus zien we iets minder. Oh. Nou ja. Oh. Ik denk, ik ga gewoon even terugzitten, graag. Als ik daar blijf zitten, dan ga ik hem slaan, hoor. Ik zweer. Echt waar, ik ga hem slaan. Ja. Ja, Mohamed? Wat gebeurde er nou? Ja, vraag maar aan. Ja, vraag maar aan hem. Vraag maar aan! Vraag maar aan! Vraag maar aan! Nou, ik ben geen tenniswedstrijd. Vraag maar aan! Ja, wat is er nou? Hij zit de hele tijd tegen mijn stoel aan te schoppen. Vechten! 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 Ik vind het echt vet irritant, man. Hoe is normaal? Ik heb een aantal keer je gevraagd of je wil stoppen en dan stop je niet. Het is beter dat je daar blijft zitten, ja. Oké, nou prima. Zit je goed zo naast Thomas? Ja. Ja, maar het wagen zit ik ook goed. Oh. Ja. Zit jij ook goed? Nou, dan ga ik nu liever ergens anders zitten. Nee, alsjeblieft. Luna en Tos, die zijn de hele tijd aan het kloten. Sorry. Ze zijn een beetje verliefd op elkaar, denk ik. We beginnen ook zo langzamerhand vermoedens te krijgen van liefde daar. Oké, is het naar? Nou, liefde is niet echt naar. Nee, liefde is niet echt naar. Zeker niet. Liefde is mooi. Zou Mohamed daarom in iemands rug prikken omdat hij juist van diegene houdt? Wie weet. Volgende slachtoffer is Anita. Doe even normaal! Wat gebeurt daar? Hallo? Ja, hij steekt een fucking pen in mijn rug. Wat is dat? Is dat zo? Nee. Ja, hij steekt een pen in mijn rug. Wie? Wat doe je? Ja, wie? Jij, Mohamed. Ja. Wat doe jij? Ik wil het niet eens meer. Hoeveelste keer? Weer ik? Nee, ja. Ja, dat denk ik dus ook, ja. Ik heb het niet gezien, maar goed. Ja? Ik ga weer verder werken. Ja, hou je bek. Ik heb het niet gezien. Ja, ik ook niet. Ja, omdat je het waarschijnlijk gedaan hebt. Ik heb het niet gedaan. Nou, wat denkt u zelf? Auw! Doe fucking normaal! Wat is er nou? Hij steekt een fucking pen in mijn rug! Mohamed! Wat doe je nou? Dief nou op! Wat doe je nou? Hij steekt een fucking pen in mijn rug, zeg ik toch? Ah, hij is geen pen, het is een potlood. Oh, Mohamed, echt. Klaar nou, ja? Het is geen pen, maar een potlood. Heel slim van Mohamed om zich daar zo uit te lullen. Heel handig. Maar hoe slim is Mohamed eigenlijk? Dat zien we in het laatste fragment. Goed, Mohamed. Heb ik jou al gehad in mijn leven? Wat denk je, een 1, 2 of een 3? 8. Ja. Nee, echt? Wat? Wat? Een 8! Mooi! Lekker mooi! Ja. Heb je al ooit een 8 gehad in je leven? Nee. Nee. Heb je afgekeken? Oh, oké. Nee, maar ik ben echt blij mee. Heb je goed geleerd? Ja. Ja, ik vind het heel fijn. Een 8 man, die cijfer gaat lekker omhoog. De cijfer is eerst een 2, is nou een 4 al. Nee, ik weet niet hoe het staat. Ik weet niet hoe het staat. Nee, even kijken. Goed. Nou, voldoende. Mama praat. Nou, Oké. Applaus van de klas. Mohamed heeft een 8. En hij zit vooraan zodat hij niet meer in de verleiding komt om iemand in zijn rug te prikken. Heeft de docent jou ook wel eens vooraan gezet om jou beter in de gaten te houden? Laat het me weten. Like en deel deze video, word abonnee en volgende week Joshua die vindt dat ik hem racistisch behandel. Maar ik wil nu gewoon niet dat jij achter tevoren zit. Je bent gewoon en een racist. Wat? Je bent gewoon een racist. Wat zeg jij nou? Je bent een racist. Dit gaat voorkomen langs me heen. Dit snap ik niet.